Goeiedag, het is de afgelopen tijd behoorlijk nat geweest in Nederland. Begin april is er al zo'n 50 tot 70 mm water gevallen in flink wat delen van het land. En gebruikelijk voor deze tijd van het jaar in een hele maand april is 40 tot 50 mm. Met andere woorden, het is flink natter op sommige plaatsen. En de grote vraag is: blijft dat ook zo in onze 30-daagse verwachting, die ik nu met u ga bespreken? Ja, en die weerkaarten die kwamen gisteravond de computer uitrollen. En ik moet zeggen, ze zijn niet al te spectaculair. Ik zie weinig excessen of extreme. Ik begin met de luchtdrukafwijking van 11 april tot 18 april. En dan zien we de lage druk ten noorden van Nederland... boven de oceaan ook wel duidelijk een kern van lage druk. En in het zuiden is de druk wat hoger. En dit betekent, als hier die lage drukgebieden langs trekken... dat je toch over het algemeen een wat zuidwestelijke stroming hebt. En dat betekent ook wel wissel... Weer, maar wel wat hogere temperaturen. En de afgelopen tijd was het natuurlijk best wel koud. Zo midden april tot eind april mag je maxima verwachten... die van zo'n 14 graden gaan stijgen naar 16 tot 17 graden. Nou, die 14 graden hebben de afgelopen dagen amper tot niet gehaald. Die luchtdrukafwijking die verandert enigszins in de periode van 18 tot 25 april. En wat we zien is dat ja, in heel Europa de luchtdruk iets lager zal zijn dan gebruikelijk. We zien ook niet meer echt terug in het zuiden dat daar wat meer hoge druk zou moeten zitten. Ook nog steeds wel een soort van kern boven Groot-Brittannië en Ierland. Dat betekent dat hier de druk toch nog steeds wel wat lager wordt berekend. Met andere woorden, nog steeds wel een wat zuidwestelijke tot westelijke stroming. Ja, en wat zachtere lucht levert dat op. Volgende week is dat het uh, geval. En dat zien we dan ook terug op deze temperatuurkaart. De temperaturen kunnen echt wel wat hoger uitpakken. Dat is ook niet zo gek. Maandag en dinsdag bijvoorbeeld voorzien we toch wel temperaturen. die ergens tussen 15 en 20 graden kunnen gaan uitkomen. En ook in de tweede helft van de week liggen die temperaturen duidelijk wat hoger dan wat gebruikelijk is. Dat vlakt wel wat af en dat zien we dan ook terug in de kaart. Bijvoorbeeld van 25 april tot en met 2 mei. Nog steeds wel een lichte afwijking, maar het stelt niet veel meer voor. Verder zien we ook veel wit, geen afwijking van betekenis. En dat geeft ook maar eens aan dat ja, die verschillen. Vrij vlak zijn en dat het toch wel erg lijkt op een weerbeeld, wat vrij normaal is voor deze tijd van het jaar. Ja, dan komen we bij de nattigheid uit, want daar begon ik ook mee in dit verhaal. En we zien toch nog wel voor volgende week, maar ook die week erop, dat het net wat natter kan worden dan gebruikelijk. Dus we gaan nog niet een droge periode tegemoet zoals het er nu naar uitziet. En dat betekent dat de neerslagsommen nog verder gaan oplopen. Met andere woorden, het zal me niet verbazen als april wat natter wordt dan gebruikelijk. Ja, en dit grafiekje heb ik u ook wel vaker laten zien. Dit is de laatste uitvoer. Hier zien we de verschillende weersituaties, de weerscenario's die mogelijk zijn. Die worden ja, samengevoegd, uh, opgeteld. En dan heb je vier hoofdscenario's, die we hier met die vier kleuren aangeven. En als je een stromingspatroon niet kan plaatsen in een van die scenario's... dan wordt dat een grijze en dan is er sprake van een no-regime. En dat betekent dat je ja, eigenlijk niet goed weet welke kant het op moet gaan. En wat valt er dan op? Dat we de komende periode toch heel vaak de grijze uitkomst zien. Hier staat wat er overheerst. Hier zien we grijs, hier zien we eventjes wat rood. Dat is een blocking high, wat dan misschien voor wat rustiger weer gaat zorgen. Maar vooral dat grijze, dat geeft toch wel aan... dat het eigenlijk alle kanten op kan gaan omdat alles zo vlak verdeeld is. We zien niet echt die extreme. We kunnen niet zeggen van er ligt een krachtig hoge drukgebied in week drie boven Europa. Of een hele diepe depressies, voorzien we boven de oceaan in week drie. Dat is allemaal vrij moeilijk aan te geven. Het model weet het niet echt goed, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die vlakke verdeling die nu in dat model zit. En wat betekent dat dan in de samenvatting? Er is duidelijk geen voorkeur voor een regime op termijn. En dat betekent dat de trend. Op termijn nog erg onzeker is. Dus je kan eigenlijk na week twee niet veel zeggen van welke kant het opgaat. Tot die tijd wel iets zachter weer, met vaak mooie dagen, maar zeker ook dagen dat er een paar stevige buien vallen. Nog een fijne dag.